Oké, dus er was eens. Laat ons jullie even meenemen naar de diepe geheimen die sprookjes, mythes, legendes en straffe caféverhalen gemeenschappelijk hebben. Want storytelling is eigenlijk heel veel meer dan er was eens. In deze presentatie zouden we zeer graag 4 voordelen willen aanhalen voor storytelling, voor jullie marketingcampagnes, maar ook 3 geheimen willen verklappen, onder de vorm dan van best practices. Als we eerst naar de voordelen gaan kijken, dan hebben we hier meteen al een perfecte voorbeeld van een campagne van Dove, die ze in 2004 hebben gestart. Ze zijn toen gestart met self-esteem. Tot de dag van vandaag rolt dit nog altijd door. En elke keer opnieuw zijn die campagnes super herkenbaar. Ik hoef hier zelfs niet het logo van Dove bij te zetten, want iedereen weet waarover het gaat. Dan als tweede puntje of tweede voordeel van storytelling is eigenlijk dat heel moeilijke zaken super simpel uitgelegd kunnen worden. Neem nu bijvoorbeeld de Australische metro, die met een aangenaam clipje, videoclipje, leuk liedje trouwens, en enkele leuke minigames eigenlijk aanhaalde dat het oversteken van treinsporen en het negeren van signalen toch niet zo'n slim idee was. Dan mijn persoonlijke favoriet, de Efteling. Alle restaurants, alle attracties, alle hotels, vakantieparken waar Efteling mee op de proppen komt, past perfect in één verhaal. En dat is ook het voordeel van storytelling. Je hebt meteen een super draagvlak voor al je creativiteit, maar ook voor je strategie. En dan, last but not least, wil ik jullie zeer graag meenemen naar mijn eigen geboortestad. En dat is Sint-Niklaas. Daar hebben ze eigenlijk het beste ijssalon van België. Ik mag dat wel zeggen. Crèmerie François. En eigenlijk is dat een familieverhaal dat eigenlijk sinds 1928 gestart is en elke inwoner en alles er rond onberoerd laat. Want eigenlijk, liefde gaat toch wel door de maag. Graag, neem je ook even mee. En enkele best practices van storytelling. Hoe je het ook draait of keert, het begint altijd van het standpunt van jouw klant. Hoe kan je jouw klant centraal gaan plaatsen? Hoe kan je aan jouw consument denken? Het beste voorbeeld hiervan zijn het brengen van klantencases. Achter mij zie je een voorbeeldje van een lokale verzekeraar, toevallig ook in Sint-Niklaas nu, die eigenlijk op zoek was naar een manier om zijn boodschap iets menselijker naar voren te brengen. Dus wat zie je in beeld zijn eigenlijk hun huidige klanten die zelf aan het woord komen en zelf hun verhaal doen. Brengt ons ook bij het belang van authenticiteit. Zeker niets nieuw, maar het blijft toch o zo relevant. In die zin dat je als merk een echt verhaal moet gaan brengen. Iets waarmee je als klant of als consument mee kan identificeren. Een prachtig voorbeeld is van de Nationale Spoorlijn in Nederland, die zeer simpele situaties in beeld brengt en echte mensen toont. En als laatste, maak van jouw merk een levende legende. Toon de kracht van jouw merkverhaal. Vaak lever je ook nog de nodige media-aandacht op. Er zijn onnoemelijk veel voorbeelden van. Voor ons blijft de beste deze van Johnny Walker en hoe deze het ontstaan van hun merk als een levende legende naar voren draagt. En daarmee is ons verhaal verteld. And let's make content great again.